Croquet Cup staat er aan te komen. Wij gaan even vooruitblikken en dat doen we met Niels Pierre inderdaad. Waarom jij? Omdat je inderdaad een aantal croquis al achter de rug hebt, achter de kiezen. Bij RKFC denk ik dan, som jij ze op? Ik denk die dat ik snel voor de geest kan halen zijn Standaard, Beerschot, Leuven hebben we ook al een keer gehad, denk ik 3 jaar terug, 4 jaar terug. Union, want toen was ik geschorst. Is uit het gedachte geweest? Nee, ik weet nog dat ik ook aanwezig was, maar toen niet op veld gestaan. Nee. Oké, dus OHL al ook meegemaakt en nu straks opnieuw. Ja, daar gaan we weer. Ja, ondertussen is het zowel bij ons als bij Leuven een volledig nieuwe ploeg natuurlijk. Dus het valt op zich niet echt te vergelijken met de wedstrijd dat we toen gespeeld hebben. Nu, ik weet wel nog dat we toen wel een goede wedstrijd hebben gespeeld, dat we toen ook wel, dat er ook wel meer in zat. Dus laat ons hopen dat we morgen iets kunnen rechtzetten. Wat doet dat voor een voetballer opnieuw, tweede keer dit seizoen tegen de 1A? Ja, het is meer dan dat iedereen gehoopt had natuurlijk. Je hoopt altijd ergens van wel, of je droomt er altijd van om te kunnen stunten als je dan uitkomt tegen zo'n eerste klasser. En daar zijn we dan in geslaagd. Dus nu ook terug morgen denk ik dat we niets te verliezen hebben. Kunnen we terug vol aan de bak gaan met een goed gevoel. Terug een vol huis. Dus we gaan er alles aan doen om er het maximale uit te halen. Niets te verliezen, OHL niet goed bezig. Nu een beetje hetzelfde verhaal, zegt iedereen, zoals toen dat we tegen Mechelen ook gespeeld hebben. Ook een ploeg die niet echt in een goede flow zat. Maar ook, ja, het zijn misschien ook clichés dat de competitie de beker niet is en omgekeerd. Maar ik denk dat ook wel ergens zo is. Dat zij ook wel er alles aan gaan doen om dan wel in die beker toch iets te tonen. Zij gaan ook wel beseffen dat ze niet hetzelfde willen tegenkomen zoals dat Mechelen hier gedaan heeft. Competitie is de beker niet. Ik hoor een tijd terug ook dat die Croquet Cup dat toch wel wat invloed heeft op de competitie door toestanden. Goh, misschien in de week waarin dat dan ook een bekerwedstrijd valt, dat misschien inderdaad wel ergens ook een rol speelt naar het weekend toe qua recuperatie. We zijn ook geen prof, dus in de week wordt er naast de vele trainingen ook nog gewerkt en dan denk ik dat wel ergens een rol zal spelen naar het weekend toe. Dat je misschien iets minder gerecupereerd bent dan anders. Maar wat dat de andere weken dan betreft waarin dat er geen bekerwedstrijd is, denk ik dat op zich geen rol speelt. Ik kan me voorstellen dat nogmaals stunten sowieso in het achterhoofd zit. Flink stuk. Ja, ik denk zoals ik zei, we hebben niets te verliezen morgen. Net zoals tegen Mechelen gaan we er alles aan doen om terug voor een stunt te zorgen. En mochten we denken dat er niet in zit, dan denk ik ook niet dat je aan de wedstrijd moet beginnen. Dus dat iedereen er alles gaat aan doen morgen om terug iets moois neer te zetten. Te beginnen met een heel goede wedstrijd, dat we toch voor een vol huis toch wel worden, terug iets kunnen laten zien. En is dat met een overwinning of strafschoppen of zoveel te beter. Strafschoppen, dat mag dus ook blijkbaar. Zijn we specialisten een beetje? Zoals dat we de vorige keer ook gezegd hebben, we trainen niet op strafschoppen of zo. Dus we hebben dat de vorige keer tegen Mechelen ook niet gedaan. Maar laat ons beginnen met die 90 minuten en dan zien we wel waar we uitkomen. Het vel van de beer enzovoort enzovoort. Maar ik onthoud, we gaan er alles aan doen. Ja, klopt. We gaan er alles aan doen. Super.